Op een druilerige maandagochtend komen de 7 aankomende dronepiloten voor het eerst samen op deze plek in Amersfoort. Ze hebben allemaal droneles gehad en een drone gekregen. Maar hebben ze ook geoefend? Goed, ik heb al wat voorzorgsmaatregelen genomen. En jullie zijn natuurlijk wel beginnelingen. Dit is een middelgrote drone en die hebben we ook nodig, want jullie gaan een biertje serveren. De bedoeling is dat de dronepiloten in maximaal 1,5 minuut hun eigen gevulde bierglas met de drone vanaf de bar transporteren naar het achterste tafeltje op het terras. Zijn we er klaar voor? 3, 2, 1, go! Dit zou wel eens een heel duur programma kunnen worden. Jij hebt gewonnen. Dat betekent dat je een voordeel krijgt voor de volgende opdracht. Ik kan nog niet vertellen wat. Gefeliciteerd. Jullie gaan een commerciële badmodefoto maken. Nou, het thema is kleurrijk. Dus denk een beetje Ken en Barbie-stijl. Tanja, kan je heel even bij me komen? Jazeker. Want jij hebt de eerste opdracht gewonnen. En ik zei dat je daar ook iets mee verdiend had. Jij mag van één van je medekandidaten een accu afnemen. Dus dan heeft hij niet 30 minuten, maar slechts 15. Collega Peddel. Want? Want Tim heeft denk ik hele creatieve ideeën. Komt goed. Kom er wel overheen. Tim heeft niet veel opties, want alles moet snel. Oké, komt-ie. Je mag even omdraaien. Ook Fokkeline heeft daar ideeën rond. Het plan van aanpak is een vrouw die gewoon helemaal in haar eentje lekker op het strand is. Aanzetten. En dan vervolgens komt er zo'n drone. En dat je dan denkt, hey, hallo, ik lig hier. De veekok Rudolf blijft lekker dicht bij zichzelf. Spontaan verliefd toen ik naar je cup keek. Eens even kijken wat Bertie van plan is met haar model JD. Ja, ik denk misschien als je hem er overheen gooit en je gaat er zelf op zitten, dan heb je en die meloen in beeld en... En wat, Bertie? Wat moet ik doen? Even kijken, durf je er op je kont zo? Of is dat heel lastig? Remy legt zijn model haar fijn uit wat hij wil. Ik denk dat het misschien wel 20 jaar geleden is. Had je een film, Conan the Barbarian. Oh ja, die ken ik. Ja, gespeeld door Arnold Schwarzenegger. Jij bent die baas en jij staat hier op die brug alsof je echt iedereen aan kan. Tanja heeft een tweepersoons kano, dus ze heeft een stelletje. We gaan de kano omdraaien en ik zet ze er bovenop. Want als ze in de kano zitten, dan zien we de badmode niet. Yes. Oh, okay. Ik weet niet of het lukt om erop te gaan staan met die paddles. Ga er eens op. Wacht, ik geef je de paddles. Timor zit lekker hoog in. Trek die nek maar naar je toe met twee handen, alsof het je vriendje is. Gaat dit nog wel over dronen? Gaat zeker over dronen, maar ja. Dit is wel een bikini-shoot, hè? Een badkledingshoot. Dus het moet wel een beetje pikant zijn, vind ik. Ja, of op mijn knieën. Ja, doe maar op je knieën. Misschien is dat wat lekkerder, hè? Is natuurlijker. We gaan door met de volgende opdracht en dat wordt jullie eerste videoopdracht. Jullie gaan bewegende beelden maken, die gaan jullie ook monteren en jullie gaan er ook muziek onder zetten. De videoopdracht luidt: maak in een half uur een actievideo van 20 seconden waarin tenminste 2 van dit soort trucs goed te zien zijn. En jullie mogen zelf ook kiezen of jullie met 1 flyboarder of met 2 flyboarders willen werken. Succes! Timor laat gewoon niks aan het toeval over. Kijken, daar is die. Kort. Go! Ja. There we go. Bo! Systematisch voert Timor zijn plan uit. Dan is de beurt aan Tim. Eens kijken of hij ook zo bruist van het zelfvertrouwen. Op mijn teken. Gewoon lachen in de camera, in de lens. En we gaan het water op. Tim heeft de drone al aardig onder controle, maar aanwijzingen geven... Zo lastig, jongen, hè? Fokkeline is los. Go, Lize! Oké, actie! Kom maar een stukje naar me toe. Ietsje lager. Meer en meer. Er zitten zoveel toffe dingen. Woe! Woehoe! Oh nee, ik moet de andere kant op. Naar achter, ik moet naar achter. Rustig maar, drone. Ik ga je redden. De actie zit er een kwartier lang al lekker in, maar dan doet Bertie een verschrikkelijke ontdekking. Oh, shit. Oké, volgens mij film ik niks. Dat is lekker handig. Tanja begint met een romantisch openingsloopje. Een liefdesverhaal in 20 seconden, het kan. Ja, dat was goed. En of het me gaat lukken, weet ik niet, maar daar gaat door mij wel iets heen van... Had ik maar wat meer geoefend. Rudolf heeft in ieder geval de muziek voor zijn filmpje al uitgekozen.
Het nummer Oh Yeah van Yellow. Ja, dat is toch Oh Yeah. Oh yeah. Nou, jij kunt dat, jij hebt een diepere stem dan ik. Oh yeah. Een paar dagen na de videoopdracht komen de 7 droompiloten samen in het clubhuis in Naarden. Een hele spannende dag, want vandaag krijgen we te horen wie mag blijven en wie moet gaan. Ik ben zenuwachtig, maar ik wil zeker niet afgaan. En dat is echt het laatste wat ik wil. De absolute winnaar van deze week, met een gemiddelde van 7,8, is Timor. Gefeliciteerd. Op de tweede plaats staat Tim. Gevolgd door Fokkeline, Rudolf en daarna Remy. Dus het gaat tussen Tanja en Bertie. Nou, daar gaan we. Ik kan mijn koffer wel gaan pakken. Tanja, weet je nog wat je had? Een 6. Een 6. En Bertie? 7,5, geloof ik. Een 7,5. Tanja, jij hebt voor je video gekregen een 6,7. En Bertie, jij hebt voor jouw video een 5 gekregen. En dat is helaas net niet voldoende. Dus jij bent degene die als eerste gaat afvallen, helaas. Zonde. Ja, dat is zo leuk. Ja.